Een hele goede morgen vanuit Brussel. Op het moment zijn we nog in het hotel, maar we vertrekken zo naar Zaventem. Ik ga namelijk de komende 5 maanden studeren in Zuid-Korea. En ik ga jullie allemaal op de hoogte houden door middel van vloggen. Blog is niet zo mijn ding, ik kan niet zo van schrijven en zo, dus ik doe het lekker op deze manier. Veel leuk om te zien wat ik de komende maanden allemaal ga doen. Wil je een beetje van Zuid-Korea zien? Wat er te doen is, een stukje cultuur, misschien wat tips en tricks. Blijf daar vooral kijken. Boeit het je allemaal geen zak, dan druk heel gauw weg, want dan ga je dit echt super saai vinden. Maar ik ben er klaar voor, dus let's go. Na uren reizen ben ik eindelijk aangekomen in mijn dormroom, waar ik de komende 4 maanden zal verblijven. Prima kamertje, leuk, lekker simpel en ik heb best een leuk uitzicht. Kijk maar. Dus hier moet ik de komende vier maanden zien uit te houden. Even onderweg naar de campus met mijn nieuwe kamergenoot Mark. En eens even checken hoe de school eruit ziet. Misschien even kijken of we een goedkope simkaart kunnen fixen. Dus even kijken hoe de dag er verder uit gaat zien. Nou, dit is onze school. Stervensheet vandaag, berg opgeklommen. Maar we zijn er. Zo warm is het dus. Zo, we hebben net eventjes de universiteit bekeken. Mooie universiteit. Even lekker geluncht, goedkoop geluncht. En even een mooie official merchandise Sungkyunkwan University vest gekocht. Dat is ook wel lachen. En nu gaan we even een park naast de school bekijken. Hier zouden een aantal tempels en paleizen moeten liggen, maar we zullen zien. Hier zie je wel echt goed de combinatie van oud en nieuw. Ja, de skyline van nu met de traditionele van vroeger. Zo, we zijn weer terug in de kamer. Even opgefrist, even gedoucht. En ga ik zo naar een Koreaan toe die ik heb leren kennen online. En die gaat mij een leuke plek laten zien om te eten. Grote street food market. Dus ik ben best benieuwd. Dus ga ik zo heen, maar even wat anders, best grappig. We hebben hier een airco in de kamer en het wordt maar niet koud. We snappen er niks van, het ding staat continu op 16 graden en het blijft hier een sauna. Nou, we hebben dus een geheime deur hier in de kamer en er staat heel duidelijk op, keep door closed. Nou ja, daar ben je gewoon scheiden aan. Ja. Wij gaan gewoon kijken, dus we hebben gedaan. Kijk mee hè. Kijk, wat staat hier achter? Narnia. Een fucking kachel staat hier heet te branden, jongen. Het is hier wel fucking 30 graden of zo. Holy shit. Dus ja, deze deur is ook echt gewoon gloeiend heet. Totaal geen idee. En ja, staat die ding hierboven? Het heeft totaal geen zin. Dus kortom, goed geregeld. Zeer goed geregeld. En we zullen maar de airco 24/7 aan moeten hebben dan. Niks aan te doen. Goedemiddag vanuit Zuid-Korea, Seoul. We zijn op het moment onderweg naar school voor onze orientation day. Het is misschien een beetje lawaaierig op de achtergrond, maar het is hier ook hartstikke druk. We komen net van de immigration office af voor het aanvragen van een alien registration card. Die hebben we nodig om naar het buitenland te kunnen reizen en weer legaal terug te mogen. Maar dat gaat nog wel even een tijdje duren. Dus nu onderweg naar die orientation day. Ik ben benieuwd of we allemaal van informatie krijgen en ik zal wat van me laten horen.
Wij gaan zo richting het zuiden van Seoul. Daar staat namelijk de grootste wolkenkrabber van Korea. En daar gaan we in. Dus ik ben heel benieuwd naar het uitzicht daar. Ja, en wat we allemaal kunnen zien. Daarnaast is er ook nog een pretpark. Groot indoor met een klein gedeelte buiten, Lotte World. Dus daar gaan we ook even checken, want dat is namelijk zo'n viral video van dat zo'n met die vrije val, dat hij allemaal rare dingen doet. Dus om even te laten zien dat dat gewoon nep is natuurlijk. En ja, ik zal daar ook wat laten zien. Wij zitten op het moment in de kelder van het hoogste gebouw van Korea. En we gaan zo naar de top, een mooi uitzichtpunt over de hele stad. Mark is een beetje nerveus, want hij heeft nogal last van hoogtevrees. Yeah. Maar ja, het gaat goed komen. Ik ben echt heel benieuwd naar de view, dus ik laat zo wel wat meer zien. We zijn boven. Het is pretty high. Insane. En Mark doet het best wel goed. Hij doet het goed. Ja, hij heeft er niet zo last van, dus mooi mooi. Zo, zijn we weer onderweg, een beetje bergopwaarts. We gaan naar een uitzichtpunt, ander uitzichtpunt dan gisteren. Deze is niet zo hoog, maar hopelijk wel net zo mooi. Gisteravond zijn we nog in het uitgaansgedeelte geweest, Hongdae. Dat is wel leuk, we hebben een rooftopbar gezeten en een beetje karaoke gedaan. En onderweg met deze drie, dus... Ik ben benieuwd hoe dit uitzicht eruit ziet. Ik zal het zo laten zien. Nou, de eerste paar dagen zitten erop, dus alles wat je nu hebt gezien is wat ik de afgelopen dagen heb gedaan en gezien. Morgen begint school, dus dan gaat ook wat meer regelmaat komen, dus vast rooster. En dan kan ik ook eens kijken of ik wat van sporten kan gaan oppakken. Ik zal de komende weken ook gewoon weer wat filmen. Is er nou iets wat je heel graag zou willen zien of willen weten van Korea? Laat het me dan even weten, dan kan ik dat in de volgende filmpjes ook een keer laten zien. En voor nu tot de volgende keer.